Wekelijks en tegenwoordig ook dagelijks krijgen we tientallen vragen van mensen die tegen problemen aanlopen met een console. En tadaa, daar is hij weer, Dr. Console, hier om jou te helpen. En vandaag hebben we niet echt een probleem, maar meer een vraag. En wel van Olivier, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar die vraag van, hey, komt die PlayStation 5 ook in andere kleuren? Nou... Sowieso bedankt voor je vragen, Olivier. Vooralsnog zijn er officieel geen PlayStation 5's beschikbaar in andere kleuren. Dus zit je vast aan de zwarte binnenkant met de witte zijpanelen. Maar zoals je misschien wel weet, zijn deze flappers makkelijk van je PlayStation 5 af te halen. Sowieso, zodat je je PlayStation 5 goed kan schoonmaken. Maar natuurlijk ook, zodat je er straks andere kleuren platen op kan zetten. Die zijn nu vooralsnog niet officieel beschikbaar. Maar dat houdt hobbyisten en andere bedrijven natuurlijk niet tegen. Bedrijven die andere platen van de PlayStation 5 aanboden, die werden al aangeklaagd door Sony en moesten zo snel mogelijk hun handel uit de lucht halen. Maar die brand, een klein Canadees, voor klein, ze zijn ondertussen ook best wel groot. Een bedrijf die handelt in hoesjes voor telefoons, stickers voor op je PlayStation, die is nu bij hun hand geweest. Die hebben gezegd van oké, we gaan ze toch verkopen. Platen voor de PlayStation 5 en kom erop PlayStation, klagen ons maar aan. Dus wat je makkelijk zou kunnen doen is zo'n D-brand plaat bestellen natuurlijk. Maar je zou ook zelf aan de slag kunnen gaan met een spuitbus die je voor een paar euro misschien bij de Action of ergens bij een bouwmarkt kan gaan scoren. Maar er is ook nog een ander alternatief en dat heb ik gedaan. Er is een hele grote Chinese webshop, daar heb ik misschien wel eens van gehoord. Daar kan je iets bestellen, duurt een paar weken voordat je het krijgt, maar dan komt het binnen. En bij mij is het ook binnengekomen. En ja, eerlijk is eerlijk, best netjes verpakt. Er zat een handleiding bij. En ook dus platen voor de PlayStation 5, zodat je de PlayStation een ander kleurtje kan geven. Maar hoe doe je dat dan? Nou, dat is eigenlijk best wel makkelijk, want die platen van de PlayStation 5, die heb je er zo vanaf. Je moet wel opletten als je ze er vanaf haalt, want het is en blijft plastic natuurlijk. En je wil je PlayStation 5 niet beschadigen, want dat zou zonde zijn. Hoe werkt het dan met die platen? Nou ja, eigenlijk schuif je er zo vanaf, maar je moet rekening houden dat er wel een paar nopjes aan vastzitten die ze op hun plek houden. Dus die til je even op. Dus als je hier zeg maar, als je de disk drive versie hebt, dan moet je linksboven of aan de andere kant van de disk drive dan til je die plaat een beetje op en dan hoor je misschien een klik. Hoppa, en dan schuif je hem er zo vanaf. Kijk, dit zijn die nopjes. Daar zitten ze. Nopjes. En dan draai je hem om. En aan de andere kant van het PlayStation logo doe je eigenlijk precies hetzelfde. Je tilt hem een beetje licht op, zodat die nopjes loskomen en dan schuif je hem er zo vanaf. Goed. Dan is hij los. Dan heb je hier je kale PlayStation. Spuit hem even schoon. Kijk, dit zijn die... Ze zeggen dat je hier de stofzuigerslang op kan zeggen, omdat de stof eruit te halen. Dan pak je dus de andere PlayStation platen. Hoppa, die klik je er zo op en dan is je PlayStation dus helemaal zwart. Er is wel een PlayStation logo, dus daar moet je het dan even zonder mee doen. Maar de PlayStation zelf is wel een stuk sexier geworden. Nog steeds niet heel erg mooi, maar een stuk mooier. Dat vind ik in ieder geval. Nou ja, heb je nou ook een vraag voor Dr. Console of zit je ergens mee? Drop het onder in de reacties en misschien komen wij volgende week al terug met het antwoord op jouw vraag. En jij zou ons ondertussen heel erg kunnen helpen door te abonneren op dit kanaal. Dan kunnen we meer van dit soort video's maken, meer mensen helpen en meer mensen blij maken. En daar worden wij ook vrolijk van.